Er wordt weer volop gereisd in You're in Travel, nu bij Jorin. En bij RTL 4 wordt gereisd in Camping Life. Camping Life wordt mede mogelijk gemaakt door Vakansolij Camping Holidays, Campo World, Kamper en Caravan Industrie en Europese verzekeringen. Welkom bij Camping Life. Corine en Sander zijn de komende twee weken in het land van het grote genieten, Italië. Het kamp wordt opgeslagen in Fiano Romano, een plaatsje in de buurt van Roma, wel te verstaan. Vanaf deze camping kun je echt alle kanten op. Er worden elke dag tripjes naar die wereldstad verzorgd. Je kunt heerlijk fietsen in de bossen rond de camping. Historische plaatsjes als Tivoli liggen vlakbij. En voor degenen die het niet kunnen laten, op een klein uur rijden neem je zo een duik in de Middellandse Zee. Zo. Hey, lekker plekje, hè? Ja, absoluut. Maar wat is het warm, joh. Ik verzet geen stap meer vandaag. Oh, ik dacht even met jou om de camping te gaan lopen. Dat dacht ik nog niet zo. Ik ga lekker zitten en ik ga aflezen. Nou, oma, ga dan maar lekker lezen, hè? Ja. Hey, doeg. Dag. Je kan zelfs je linnenbloesje meenemen. En dat is banen. Prima dit. En kijk dat uitzicht is. Het is Roma, hè? Is het die Italië met die pizza? Vanuit de camping worden er allerlei excursies georganiseerd. Naar Vaticaan, Catacombe, Pompeii. Rome in 2 dagen. Kortom, je hoeft je gewoon niet te vervelen. Nou, het is echt super geinig. Als je backpacker bent, je bent met z'n tweeën en je wil even overnachten. Nu hier gewoon zo'n klein tentje met 2 matrassen. Echt een piepkleintje dit. Oh, lekker zwembad, hè? En dan? Ik ga even iets leuks kopen. Corine, daar ga je. Dat vind je lekker ook dit, hè? Ah, je hebt me wel, zeg. Jeetje. Ik heb vandaag afgesproken met 4 backpackers. En vanaf deze camping rijden er elke dag bussen naar Rome. En dat gaan wij ook doen. Zo, goedemorgen mannen. Wakker worden. Goedemorgen. Hey, het is al licht. Ja. En jullie liggen nog te pitten. Vakantie, hè? Dit zijn 4 studenten uit Gouda. Gert-Jan Verhoog, Koen Verboom, Maurits Kortleven en Sybren Schotanus. Ze zijn bezig aan een 4-weekse rondreis door Europa. Doe je nog wel vaker gewoon zo backpacken met z'n vrienden? Nee, het is de eerste keer dat we het doen. De eerste keer? Ja, we hebben hiervoor altijd van die stapvakanties gehad, zeg maar. En we wilden een keer wat anders, een keer dingen zien en zo. En ook een keer wat langer weg. Normaal is het 2 weken, weet je wel, dan zit je op 1 plek. En dan heb je het wel gezien na een tijdje. Alleen, kijk eens even, wat is dat? Ja, dat is de afwas die nog moet gebeuren. Nou, we koken zo af en toe ook wel, maar dan laten we het eten altijd even... Even weglopen zelf. Ja, de afwas even laten staan. Ja. We hopen dat het vanzelf gebeurt, maar dat is nog niet gebeurd. Nou, vandaar hangen die handdoeken er natuurlijk voor. Ja. Hey, jongens, we gaan naar Rome. De bus vertrekt zo, dus ik zou zeggen... Even je haren een beetje doen. Een mooi shirtje aan. Oké, jongens, let's go. Ik ben op weg naar de familie Russo. Ze kamperen al 30 jaar in Italië en volgens mij heeft dat iets met hun achtergrond te maken, want Russo klinkt wel heel erg Italiaans. Buongiorno, signor Russo. Buongiorno. Gaat het goed? Benissimo, grazie. Ah, benissimo. Oh, zo weer Spaans. Hey, goedemorgen. Hallo. Hallo. En lekker de familie aan het filmen? Sì, facciamo sempre. Franco Russo runt samen met zijn vrouw een kapperszaak in Eindhoven, die al sinds 1929 in de familie van Annemarie is. Een typisch familiebedrijf, nu ook hun zoon Barry daar de schaar hanteert. Franco Russo, dat klinkt echt als een Italiaanse filmster. Ben je ook Italiaans? Ja, daar ben ik ook Italiaans. Italiaan, ja. Geboren en getogen? Geboren en getogen in Rome, ja. En hoe ben je dan in Nederland terechtgekomen? Dat was in de jaren 60.
toen was ik zonder werk en toen werd via het arbeidsbureau bij werknemers gevraagd naar Nederland. En wat voor werk deed je dan? De eerste jaar heb ik bij een staalfabriek, een soort oogovens was het eigenlijk. Ja. En hoe was dat? Behoorlijk zwaar eigenlijk en warm. Maar heb je dan nooit gedacht van ik ga weer lekker terug naar Italië? Eventjes wel, inderdaad. Na een paar jaar dan wou ik met vrienden weer teruggaan. Maar ja, toen heb ik mijn vrouw ontmoet op een bruiloft. En ben een beetje blijven aangedaan. En hoe is dat dan gegaan, Annemie? Hij vroeg eerst aan mijn moeder netjes of hij bij ons op visite mocht komen. Nou, en toen hij dus kwam, toen kwam hij met een hele grote doos bonbons en een doos bloemen. En voor iedereen, voor mijn zusje chocola. En ja, dat was wel super, ja. Ja, ja, daar was ik niet aan gewend. En zulke attenties. Hij was heel attent, ja. En ik ben wel een beetje benieuwd, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag vliegen over Rome. Zo. En dat vind ik geweldig. Maar we blijven nog even op de grond. Alle wegen leiden naar Rome. Ook vandaag. Het is een stad die je niet zomaar in één dag kunt bevatten. Daarvoor heeft het te veel sfeer, geschiedenis en bezienswaardigheden. De legende wil dat Rome in de 8e eeuw voor Christus is gesticht. Vanaf die tijd is het uitgegroeid tot een ware metropool. Je doet het wel vaker zo, de camera mee. Ja, elke vakantie neem ik hem mee. En dan film ik gewoon alles wat ik zie. Thuis knip en plak ik het een en ander. Maak er een leuk filmpje van. En dan gaan we een paar weken daarna met die gasten gewoon nog eens even napraten. Avondje borrelen. Een soort reunie. Ja, leuk hè. Mag ik ook komen? Ja, jij bent ook uitgenodigd. Er is een tijd voor oude dingen en een tijd voor nieuwe dingen. Dus nu de nieuwe dingen. We zijn op de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. En deze week hebben we weer een aantal nieuwe snufjes voor u geselecteerd op kampeergebied. Caravans, campers, vouwwagens en tenten, ze komen allemaal aan bod. Het is hier heel groot, dus ik ga een klein beetje tempo maken. Gaat u mee? Zo komt Holtkamper met een aantal nieuwe accessoires voor zijn tenttrailers. En dit is de James Cook keuken. Benoemd naar een wereldberoemde ontdekkingsreiziger. En met die wieltjes rij hem zo heel makkelijk naar elke gewenste plek. Maar echt nieuw is deze keuken. Die blijft niet op de dissel. Nee, tijdens vervoer zit hij in deze zak op de tenttrailer. Zo blijft de dissel vrij voor fietsen, schoonmoeders of andere gekke dingen. En dit is ook een uitvoering speciaal voor de ontdekkingsreiziger. En dat zie je onder andere aan de zijtassen. Waar je bijvoorbeeld je bergschoen in kan doen of vervelende schoonvaders. Zo zet je hem op. Hit it. Dat is snel, hè? Maar hun twee krijgen er niet bij. Op naar de volgende. Dit jaar zijn de caravans van Adria niet meer onderverdeeld in A, B of C. Maar hebben ze klinkende namen. En we beginnen met de kleinste, de Altea. Klein, maar fijn. Want deze heeft wel een vast tweepersoonsbed en een TUV-keuring. En dit is de Adora, een volledig nieuwe wagen. Dat zie je bijvoorbeeld hier aan de lijst. Die is helemaal vernieuwd en loopt rond. En van binnen een luxe afwerking zoals deze kastjes van aluminium en glas. Hey. Hallo. Hallo. Zo. En wil je nou nog meer ruimte? Dan kom je bij deze jongen. Wat een knoepert, zeg. En hier kan je met z'n zeven in slapen. Wat een ruimte. En je hoeft niet in te pakken, ik neem zo van mee. Alsjeblieft. Deze Adriatic is van alle gemakken voorzien. Waaronder bijvoorbeeld een douche en toilet. En deze is hagelbestendig. En dat is nog niet alles wat ik u wil laten zien. Alle caravans van Kalbe worden standaard geleverd met een vloerstofvloerverwarming. En dit systeem zorgt ervoor dat de gehele vloer gelijkmatig wordt verwarmd. Warm, 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 warm. Tot slot nog een echte primeur op de beurs. Sunseeker komt dit jaar voor het eerst met een bungalow op de markt. En dit is hem. Wauw. Hij wordt standaard geleverd met een koelvriescombinatie, een magnetron en voor de koude Hollandse winterdagen dubbelglas. De Jamaica is één van de nieuwtjes die je vandaag heeft gezien. Maar er is meer. Echt veel meer. Ik kan het weten, want ik heb echt alles gezien hier. Ik ga nu even een dutje doen. En als u meer wilt weten over kampeernieuwtjes? Dat zeg ik.
een dutje doen. Surf dan naar onze site. Zo, heb je er zin in? Ja, zeker, want het is de eerste keer dat wij vliegen, dus dat is wel spannend. Jullie hebben nog nooit gevlogen? Nee. Nee, ook niet, Barry? Nee, het is wel leuk, maar wel spannend. Ja, hè? Ja. En jij, Annemie? Nee, ik heb hoogtevrees. Je gaat niet mee? Nee, dat durf ik niet, hoor. Zwaai je ons wel uit? Ja, natuurlijk. Ja, yes, zeker. Nou, dan gaan we, mannen. Vanaf vliegveldje Urbe, ten noorden van Rome, gaat Corine samen met Barry en Franco de lucht in. En vooral voor Franco is de vlucht een feest der herkenning. Italiaan. En korte reactie? Benissimo. Sono molto contento, diciamo in italiano. En jij? Het is gewoon geweldig. Ben heel blij. Ja? Ja. Echt, geweldig. Heel mooi. Jullie zijn alle vier rond de 22 jaar, maar dan zit je toch gewoon met z'n allen in het Caribisch gebied? Nee. We hebben al de jaren hiervoor hebben we al een beetje van die stapvakantie gehad, net wat je zegt. Gewoon lekker een appartementje en dat soort dingen, weet je wel. Na 4 jaar ben je dat gewoon zat? Ja. Na 4 jaar alleen maar uitgaan en zorgen dat je polootje goed zit, weet je, dat soort dingen, dat is gewoon niet meer leuk. Nou wil je gewoon wat zien van Europa en dingen bekijken en een discotheek, die kennen we onderhand wel. En kunnen jullie het goed vinden met z'n vier? Ja, wij met z'n vier hebben echt onwijs veel lol. En af en toe zijn het natuurlijk spanningen, maar of een beetje lichtelijke irritatie. Maar dat krijgen we snel in de groep en dan gaan we gewoon even zitten en dan praten we het even over. Nou, en dan komt het wel helemaal goed. Het Colosseum, het allergrootste Romeinse amfitheater, heet oorspronkelijk het Flavius Amfitheater. Maar de Italianen herdoopten het in de middeleeuwen in Colosseo. In die tijd wordt het langzaam afgebroken en worden de stenen voor andere gebouwen gebruikt. Gelukkig maakt paus Benedictus in de 18e eeuw een eind aan deze plunderpraktijken. Nee, dit kan niet, hè? VPRO. Pak hem even over, dan zien we jou ook even in beeld. Ja, doe dat. Zo, fotootje. Leuk! Heel leuk, fantastisch. Ja, fantastisch, dat was fantastisch, hè? Ja, ik vond het geweldig, ja. En wat heb je voor herkenningspunten gezien? St. Pieterplein en het monument onbekende soldaat. En het beeld van de Madonna, hè, waar ik tot mijn 16 jaar eigenlijk in de weeshuis geweest ben. Kun je daar dat nog veel van herinneren? Ja, mijn kinderjaren dan, hè. Ja. Na de 16 jaar dan ben ik eruit gekomen en bij mijn tante gaan wonen en dan werken dan, hè. Barry, als je nou je vader zo hoort over Rome, zou jij dan niet... Ik zou best wel willen wonen, maar ik weet alleen niet hoe het zou zijn, hè. Ik ben altijd in Nederland gewend. Maar, jij voelt je weer een Nederlander. Nou, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het een mix is van allebei. En ik vind eigenlijk Rome en Eindhoven, heeft alle twee wel iets, dus. Tot straks, Vacansolei Camping Holidays.